Ik ga het hebben over het moederschap. Daar wil ik kort iets over vertellen. Je visie op het moederschap. Het tweede is karakter, vorming van je kinderen. En de derde is het trainen van je kinderen. Daar wil ik echt wat praktische voorbeelden over geven. Nou, eerst het moederschap. Ja, het moederschap is door God bedacht. Het is door hem geschapen. Hij schiep man en vrouw. En het eerste eigenlijk wat hij tegen hun zei was, wees vruchtbaar. Hij wilde dat ze kinderen zouden krijgen. Hij had een plan voor gezinnen eigenlijk. En na de zondeval geeft Adam ook zijn vrouw een naam. En dat is Eva. Dat is moeder van alle levenden. Dus hij ziet een moeder in haar. Nou, en jullie als vrouwen en als moeders, jullie hebben een hele hoge roeping. En dat is iets wat God heeft bedacht. En hij heeft de grootste plannen mee. Hij wil door jullie heen, wil hij eigenlijk de aarde vullen met een Godvrezend nageslacht. Met zonen en dochters die de aarde voor Christus gaan winnen. Dat is het doel ook van het moederschap. En hij wil jou inschakelen. Maar als je nou om je heen kijkt, dan dat zul je misschien zelf ook hebben gemerkt. Onze cultuur die hecht niet de waarde aan moederschap, die God er wel aan hecht. He, als je al kiest voor het moederschap, dat is tegenwoordig natuurlijk een keuze. Dan is het vooral belangrijk dat je daarnaast nog een baan buitenshuis hebt. He, of als je dan wel ervoor kiest om thuis te zijn, dat je dan daarna wel weer aan het werk gaat. Zodat je wel echt iets belangrijks doet. Want het is wel jammer natuurlijk als je thuis zit, als je bijvoorbeeld gestudeerd hebt. Want het idee is, daar kun je je gaven en talenten dan niet gebruiken die God je heeft gegeven. En mijn vraag aan jou is ook, hoezeer is jouw denken er al door beïnvloed? Door deze gedachtegoed wat eigenlijk zo telkens weer binnenkomt bij ons. Ik wil je vandaag graag een ander beeld meegeven. Ik ga een paar quotes eigenlijk voorlezen. Eerst is van Catherine Booth. Zij is de vrouw van William Booth. En samen hebben zij 8 kinderen gekregen. En zij zei dit. Probeer moeders op te laten staan. Moeders zijn de dringende behoefte van de wereld. Zij kregen dus 8 kinderen en ze trainden ze trouw voor God. En elk van die 8 kinderen diende God op een krachtige manier. En die intensiteit van hun training vloeide door naar de volgende geslachten. Ze hadden 45 kleinkinderen. En ieder kind diende de Heere met hun hele hart. Velen op het zendingsveld. En ook hun achterkleinkinderen, daar waren velen zendeling van. Wat een erfenis. Deze mensen hadden die visie, die wisten, wat kan er gebeuren? Wat kan het enorme invloed hebben als wij onze kinderen godvrezend opvoeden? Dat kan een land veranderen, dat kan een generatie veranderen. Ruth Graham die zei dit. Er bestaat geen grotere bediening, geen positie met meer invloed dan het moederschap. Er bestaat geen positie met meer invloed dan het moederschap. In mijn ogen is het de leukste, meest lonende baan op aarde, door niets geëvenaard. Zelfs niet door het prediken van het evangelie. Misschien is het trouwens wel hetzelfde als spreken. Ginger Herbert zei dit. Het is meer dan het zijn van een kok, een chauffeur, een dokter, een coach, een raadgever. Het gaat om het vormen van karakter. Om het bouwen van vertrouwen. Het verzorgen, het trainen, het gidsen. Er is niets te vergelijken met de invloed die een moeder heeft op een kind. En Nancy Campbell zei dit. Moeder, jij bepaalt de richting van het land. Jij hebt de meest invloedrijke carrière van het land. Jij beïnvloedt de generaties die gaan komen. Jij vormt kinderen voor de eeuwigheid. Je bent een beeldhouwer. En je vormt levens die het land zullen beïnvloeden. Dat is nog eens een andere visie op het moederschap. Hoe kijk jij er tegenaan? Door de jaren heen ben ik er anders tegenaan gaan kijken. Het ontbrak mij vaak aan visie. En daardoor ontbrak het mij ook aan toewijding. Maar als je deze visie eenmaal gaat krijgen, hoe ontzettend belangrijk de taak is die God aan jou heeft toevertrouwd, dan kan het ook leiden tot toewijding. En als je je toewijdt, dan leidt het ook tot vreugde. Leg je armen om het moederschap heen. Omhels het stevig, accepteer het en maak het je levenswerk. God zegt in zijn woord dat hij wil dat we overvloedig zijn in het werk van de Heer. Wat is het werk van de Heer voor jullie? Moeder zijn. Wees overvloedig in je moederschap. Hij wil dat we onze bediening die we ontvangen hebben ook vervullen. Wat heb je ontvangen? Het moederschap. Vervul die bediening. Zoek uit wat het betekent. En ga ermee aan de slag en geef alles ervoor.
Op het moment dat je het moederschap er even bij doet, om vervolgens over te schakelen naar de echt belangrijke dingen in het leven, dan kom je in de knoop, heb ik echt gemerkt. Terwijl als ik die visie te pakken krijg en als ik een toewijding heb en als ik denk, ik wil het echt ten volle vervullen. Heere, leer me wat het betekent om echt een goede moeder te zijn voor elk van mijn kinderen. Om ze echt bij u te brengen. Dan brengt het vreugde. Als het je focus heeft. Nou, er zijn een aantal specifieke taken van de moeder. Ik kan hier op elke helemaal ingaan. Maar als moeders moeten we natuurlijk onze kinderen onderwijzen. Gert-Jan heeft daar al uitgebreid wat over verteld. Spreuken 1 vers 8 zegt, veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. Dat is wat wij doen. Wij prenten ze Gods woord in. We onderwijzen ze over God en zijn wegen. Nou, hoe doe je dat? Nou, velen van jullie kennen misschien het lezen aan tafel. We openen Gods woord. Maar het is veel meer dan dat. Het is eigenlijk de hele dag door ook die focus hebben op Gods woord en op God zelf. Als ik iets zie in de natuur, is dat voor mij heel vaak een linkje naar iets vertellen over God. Dan zeg ik, moet je die zonsopgang eens zien? Moet je eens kijken hoe God de lucht aan het schilderen is? Wat is hij de grootste kunstenaar die er is? En ik wijs op zijn grootheid. Of als ze verdrietig zijn, als ze zich zeer hebben gedaan, omhels je ze en bid je direct even voor ze. En allerlei dingen in het leven kun je eigenlijk aangrijpen om te getuigen van wie hij is. Om hem eigenlijk door de hele dag door te verweven. En het niet te beperken tot een momentje eigenlijk aan tafel. Dus wij onderwijzen onze kind over Gods woord. Als moeders trainen we onze kinderen. Daar ga ik iets meer over vertellen straks. Als moeder brengen we ook onze kinderen gehoorzaamheid bij. Dat heeft Gert-Jan een beetje aangestipt. Maar dat is heel belangrijk. Dat we onze kinderen leren om te gehoorzamen. In Efeze 6 vers 4 uit mijn hoofd, daar staat ook eigenlijk dat daar een zegen aan verbonden is. Dus het is in het belang van jouw kind dat het gehoorzaamt. En ik las ik een quote, the happiest child is the obedient child. En ik geloof dat dat echt zo is. Dat is het meest gelukkige kind. Dus neem daar ook de tijd voor om ze echt gehoorzaamheid bij te brengen. En om niet zonde, om erom te lachen of om te denken, dit bestaat niet. Maar om daar heel gericht mee bezig te zijn. Als moeders hebben we onze kinderen lief, Titus 2 vers 4. En als moeders creëren we ook een thuis voor ons gezin. Nou, die laatste rol, hè? God heeft jullie geschapen met een unieke voorliefde voor het huis. Jullie zijn in het huis geplaatst. En jullie kunnen als geen ander daar een thuis voor maken voor jullie gezin. Jullie zijn echt de sfeermakers van het huis. Maar je kunt je huis nog zo leuk inrichten, nog zo gezellig maken. Maar allereerst gaat het om je hart. En Elizabeth George zei dit. Jij bent als vrouw de thermostaat van je huis. Jij bepaalt hoe warm het is in je huis. Of hoe kil het is in je huis. En jouw kinderen die merken als geen ander de sfeer op in jouw huis. En het is zo belangrijk dat wij een sfeer creëren. Een warme sfeer. Waardoor ze ook het onderwijs op gaan pakken. En zien dat het echt is. Zien dat de Heere Jezus realiteit is in je leven. En daar ook naar gaan verlangen. En daarvoor is het allereerst belangrijk dat jij een vrouw van Gods woord bent. Ik merk zelf dat als het heel druk is. Als ik weinig tijd met de Heer doorbreng. En ik denk dat jullie dat ook zullen merken. Dan word je een beetje hard. Dan kribbig, ben er snel zat van. Heb je helemaal geen zin om uitgebreid te corrigeren of om telkens weer op de Heer Jezus te wijzen? Terwijl als je gericht bezig bent met Hem en je hart hebt gevuld met zijn woord en in de aanwezigheid van de Heer Jezus bent geweest, dan kan God eigenlijk de warmte van jouw hart afstemmen op die van Hem. Dan kunnen we zijn liefde gaan weerspiegelen en zijn geduld en zijn genade en zijn vriendelijkheid. En dan creëren wij een sfeer waarin onze kinderen ook ontvankelijk zullen zijn voor het onderwijs dat wij ze geven. Spreuken 14 vers 1 zegt dit. Wijze vrouwen bouwen hun huis op, maar één die zeer dwaas is, breekt het met haar handen af. Bouw aan jullie huis, lieve vrouwen. Creëer vanuit een rein hart een prettige, comfortabele plek waar jouw gezin kan wonen. Hoe doe je dat? Wees warm en hartelijk naar je kinderen. Omhels ze. Zeg tegen ze, ik vind het zo fijn om bij jou te zijn. Soms zeg ik zomaar spontaan tegen een van mijn kinderen, ik geniet van jou. En dan krijg je, geniet u van mij? Dat is helemaal verbaasd om dat te horen, maar dat vinden ze zo fijn om te horen. Of,
Ik ben zo blij dat ik jouw moeder mag zijn. Heb ze lief. Wees aanwezig. Wees er ook echt. Tweede is, voorzie op een liefdevolle wijze in wat jouw gezin nodig heeft. Voedzame maaltijden, schone kleren, een veilig en een warm huis. Als ze ziek zijn, verzorg ze. Dat is wat moeders doen. We zijn er voor ze. En dit is een belangrijke, wees vreugdevol. Psalm 113 vers 9 zegt, heeft het over een blijde moeder van kinderen. Het is dat belangrijk. Blijdschap komt, denk ik, door je allereerste verheugen in je Heer. Door te weten wie Hij is, wat Hij voor jou heeft gedaan. Dus dat moeten we altijd overeind houden in ons leven. Maar ik denk dat blijdschap ook voortvloeit uit een leven van overgave. Want een leven van overgave, die heeft het eigen recht opgegeven, als het ware. Je hebt een dienende houding leren hebben. Dan ben je niet telkens in conflict, maar je hebt jezelf al overgegeven. Blijdschap komt ook door God volledig te vertrouwen in wat Hij op je pad brengt en mee te gaan in wat Hij geeft. En ik heb ook geleerd dat je moet leren om te stralen. Ik ben iemand die wel vaak in gedachten kan zijn en dan kan mijn gezicht heel serieus staan. Misschien hebben jullie dat ook. Maar bedenk hoe jouw kinderen jou zien. Zien ze ook vreugde van je gezicht afstralen? Zien ze die glinstering in je ogen? Knipoog is na ze, lach na ze. En ik las ook ergens een keer, hey, rol eens gewoon van het lachen over de vloer met je kinderen. Dan gaat de telefoon af. Heb je dat wel eens gedaan? Gewoon over de vloer rollen van het lachen. Het is heerlijk om dat te doen. Om gewoon zo'n sfeer in je huis te creëren. Dat er vreugde is, dat er blijdschap is. Wees een blijde moeder van kinderen. Creëer sfeer. Tafel dekken. Je kunt het er allemaal op tafel gooien. Maar als ik even een servetje neerleg en een bloemetje neerzet. Nou, vinden mijn kinderen zo leuk. Oh, gaan we een gezellige maaltijd hebben, zeggen ze dan. Ja, daar gaan ze van genieten. En dat zie je dat ze het ook nadoen. En wees heel voorzichtig met me-time. Dat heb ik echt moeten leren in mijn leven. Ik dacht altijd, oh, me-time is zo belangrijk. Ik kan niet zonder me-time. Maar ik heb wel geleerd wat ik daarmee uitstraal naar mijn kinderen toe. En het is veel beter om te zeggen, we nemen allemaal even een pauze. Gaan jullie even naar je kamer, gaan maar een luisterboek luisteren, of een boekje lezen. Of je zegt bijvoorbeeld, mama wil even een kwartier alleen zijn. Soms al heel wat, hè, met een kind, met de kinderen om je heen. En ik ga zo de deuren dicht doen. Een kwartier, kijk, dan mag je me weer storen. Heeft iemand nog een vraag? Dan mogen de laatste vragen gesteld worden. En dan zeg je, je mag me alleen storen als het huis in brand staat het komende kwartier. En dan heb je even rust. Maar zo op die manier, als je het echt even niet meer trekt, kan je hele heldere afspraken met je kinderen maken. Maar wees daar wel voorzichtig mee. Ik ga door met het onderwerp karaktertraining. Ja, veel van wat je kinderen doen, heel goed, is niet direct een kwestie van ongehoorzaamheid. Heel vaak loop je aan tegen een gebrek aan karakter bij je kinderen. Bijvoorbeeld geen helpende hand willen bieden als ze zien dat jij heel druk bent. De kantjes ervan aflopen. Niet zo makkelijk kunnen delen. Altijd het laatste woord willen hebben. Nou, dat zijn vast dingen die je wel herkent in het leven van je kinderen. Ze hebben karakterontwikkeling nodig. En het is goed om te beseffen dat het ons ook vaak ontbreekt aan karakter. Wij kiezen ook wel vaak de makkelijke weg. We vinden het lastig om onze fouten toe te geven. We hebben niet altijd zin om te dienen. Of we zijn boos als we genade moeten geven. Het is dan fijn om te weten dat God nog steeds met ons verder gaat. Hij is nog steeds bezig om ons karakter te vormen. Hij is er niet moe van. Maar hij blijft geduldig aan ons werken. En een van de middelen die hij daarvoor gebruikt, dat zijn onze kinderen. Nou, wat is nou de bron van het gebrek aan karakter? Waarom zijn onze kinderen ongeduldig, egoïstisch, onvriendelijk? Waarom gaan ze het werk uit de weg? Waarom geven ze anderen de schuld? Waarom willen ze niet delen? Nou, dat komt eigenlijk doordat het hart van je kind altijd door iets of door iemand wordt geregeerd. Dus of je kind die buigt voor de Heer Jezus en die zegt, ik wil boven alles uw wil doen. Of je kind buigt voor andere dingen in het leven. En daaruit vloeit een bepaald gedrag. En dat zijn zogenaamde afgoden. Eigenlijk
bijvoorbeeld een stukje plezier willen hebben, vermaak. Lekker achter de PlayStation, terwijl je best ziet dat de hele vloer bezaaid ligt met dingen die eigenlijk opgeruimd moeten worden. Heb je helemaal geen zin in. Je wilt vermaak dienen. Of gelijk willen hebben. Of door mensen gezien en geëerd willen worden. Tienermeisjes. Of zoveel mogelijk leuke spulletjes willen hebben, materialisme. Nou, ze zijn allerlei afgoden. En het is eigenlijk, God wil jou gebruiken om het kind te laten zien. Hey, kijk eens. Jouw hart wordt hier nog door geregeerd. En God wil eigenlijk dat je voor hem buigt. En voor hem alleen. En voor zijn wil. En wat hij wil, dat staat in zijn woord. Dus situaties waarin een gebrek aan karakter naar voren komt. Ja, dat zijn eigenlijk situaties waarin je dat kunt laten zien aan je kinderen. Waarin je genade kunt geven. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen. Situaties waarin een gebrek aan karakter naar voren komt. Moeilijke situaties, vind ik hoor. Vaak denk ik echt, oh jongens, zo moeilijk is het toch niet om te delen. Of kom op, dit zie je toch. Het is wel echt iets wat God, wat je alleen uit zijn genade kunt hebben. Dat je denkt op zo'n moment, oké, Heer, ik zie een gebrek aan karakter. Oh, ik heb ook nog zoveel gebrek aan karakter. Heer, wilt u me alstublieft helpen om op dit moment het duidelijk te krijgen wat er aan de hand is in het leven van mijn kind. En om dat bij te sturen en om het weer bij Christus te brengen. Wat helpt om het karakter van je kind te vormen? Het is belangrijk dat je weet dat het karakter van de Heer Jezus onze standaard is. Dat zei Gert-Jan ook al. Dus dat is wat we eigenlijk willen zien in het leven van onze kinderen. Dus het gaat er niet om dat ze een paar goede manieren hebben. Of dat ze een soort riedeltje leren of zo. Nee, het gaat erom dat Christus in hun leven zichtbaar wordt. Net zoals dat in ons leven zichtbaar moet worden eigenlijk. Dus dat is de boodschap voor je kinderen. We hebben thuis een dingetje hangen dat zegt, we houden van de Heer Jezus en we willen worden zoals Hij. Dat is eigenlijk wat we omhoog willen houden, in ons gezin ook. En daarvoor is het belangrijk dat je eerst een fundament neerlegt. Zodat je onderwijst uit de Bijbel over het karakter van God. Wie is Hij? Maar ook over de Heer Jezus. Veel lezen uit de evangeliën, de Heer Jezus laten zien. Ook een basis bijbrengt. Wie is God? Wat is zonde? Wat is het doel van ons leven? En vooral leer je kinderen het evangelie. Want als het gaat om karaktervorming, dan heb je het evangelie nodig. Want we schieten allemaal tekort. En we moeten onze kinderen leren, ja dat klopt. Maar daarvoor is de Heer Jezus ook gestorven. En hij wil ons vergeven. En de Vader ziet ons door Christus heen. En hij heeft ons ook nog zijn Heilige Geest gegeven. Om te worden zoals de Heer Jezus. En daarnaast mag je bezig zijn proactief met karaktertraining. Dus eigenlijk leer je kinderen een nieuw patroon van leven aan. En zo hebben we het in ons gezin wel eens over het leven vanuit het vlees en het leven door de geest. We hebben een keer een gezinsmoment gehad. Toen hebben we een hele lange loper neergelegd. Oude mens stond erboven. En we hebben onze kinderen laten opsommen. Wat hoort er nou bij die oude mens? En nieuwe mens. Hé, wat hoort er bij de nieuwe mens? En zo leer je ze, hoe ziet de Heer Jezus er eigenlijk uit? En dat is ook wat Hij in ons wil bewerkstelligen door zijn geest. Je kunt je kinderen onderwijzen over goddelijke karaktereigenschappen. Liefde. Wat is liefde? Wat is trouw? Wat is vergevingsgezindheid? Nederigheid, dankbaarheid, eerlijk zijn, betrouwbaar, respectvol, zachtmoedig, ijverig. En daar zijn er echt mooie boekjes over, christelijke karaktervorming. En daar kan je een algemeen beeld eigenlijk mee neerleggen en ik denk dat je dat ook moet doen als ouder. Maar daarnaast is het goed om je kind te observeren, om je kinderen te observeren en te zien, hé, dit is er eentje die echt heel veel moeite heeft met geduld hebben. En dan kan je met die karaktereigenschap aan de gang gaan. Of je ziet dat iemand heel egoïstisch is. Of onvriendelijk. Nou, noem het maar op. Maar het is belangrijk dat je je kinderen observeert. En een moeder die zei, ik ga er op de volgende manier mee aan de slag. Ik kies één karaktereigenschap uit. Die ik wat meer onder de aandacht van mijn kinderen wil brengen. En dan ga ik eerst naar Gods woord. En ik ga een woordstudie doen. Wat zegt de Bijbel over dit woord? Ik zoek een concordantie op. En ik ga kijken naar Bijbelversen die hierover gaan. Die ga ik opzoeken. En ik ga ook Bijbelverhalen opzoeken die over deze karaktereigenschap gaan. Bijbelverhalen die laten zien, als ik dit wel doe, dan komt deze zegen eruit voort. Maar als ik het niet doe, zijn dit de consequenties. En vervolgens kan je het
aan je kinderen presenteren, zei ze. Daar neem ik vaak een week voor, meerdere momenten in de week. We gaan de tekst memoriseren, ik ga de verhalen met ze doornemen en ik ga het toepassen op hun leven. En ik zeg, ben jij wel eens, wat waren de gevolgen daarvan? En wat waren de zegeningen toen het wel goed ging? En hoe zien we dit eigenlijk in het leven van de Heer Jezus terug? En is het heel belangrijk dat je ze in dat alles vertelt over het evangelie. Breng altijd het evangelie in karaktervorming. En ze zei, en als laatste oefen ik de karaktereigenschap met mijn kinderen. Dus met name leuk voor de jongere kinderen. Ze zegt, eerst spelen we na hoe het niet moet. Dat vinden kinderen hartstikke leuk natuurlijk. En dan gaan we het ook hebben over, wat zijn de consequenties nou? Als we het op deze manier doen. En dan gaan we naspelen hoe het wel moet. En dan gaan we ook kijken, hé, en wat is hier dan het gevolg van? Hoe kunnen we meer op de Heer Jezus gaan lijken? Dus dat is een stukje proactieve karaktertraining die je kunt doen. Maar elke dag heb je eigenlijk te maken met het karakter van je kinderen. En het is heel belangrijk dat je in karaktertraining niet overhaast handelt. Dat kan ik nog wel eens doen. Maar dat je je kinderen goed observeert. En dat je niet te snel tot de conclusie komt. Blijf rustig en bid of de Heer je inzicht wil geven. Als je namelijk te snel reageert, dat is bij mij zo, dan is het vanuit mijn vlees. Terwijl als je in de rust bent, vraagt om wijsheid. Dan wil hij dat ook echt geven. En kies ook het juiste moment voor correctie. Niet, hè, bijvoorbeeld, je bent overdag ergens, heb je een inzicht gekregen en ze komen uit school, hongerig, lage bloedsuikerspiegel en je zegt, daar gaan we. Geen goed moment. Het moet je ook goed over nadenken. Wanneer doe je dat? Nou, een van mijn kinderen die had bijvoorbeeld een keer iets gekregen. Ze was er heel blij mee. Volgens mij was het iets lekkers. Ik weet niet eens meer precies wat het was. En haar broer die wilde er ook wat van. Maar ze wilde niet delen. Gewoon echt niet. Wat hij ook probeerde en hij bleef echt aandringen. Ze wilde het gewoon niet. En ik dacht echt, oh, dat zijn van die situaties. Vermoeiend vind ik dat. Maar goed, ik dacht, oh, hoe ga ik dit nou oplossen? Ik wist het even niet zo snel. En ik zei, op een rustige manier, zou je misschien even naar je slaapkamer willen gaan? Mama komt zo bij je. En ik heb ze uit elkaar gehaald en ik ben gaan bidden. En ineens liet de Heere God mij iets zien. Dus ik ging naar mijn keukenla en ik haalde er een doosje bonbons uit. Van die, echt van die lekkere bonbons die gewoon niet aan je kinderen geeft. Veel te duur is. He, dus je denkt van, nou die moet ze even niet zien, want die eet ik zelf op, zeg maar. Nou, zo'n doosje was dat dus. En God liet me eigenlijk zien wat er in mijn eigen hart was. Dus ik ging naar haar toe, ik ging bij haar op het bed zitten. En ik zei, ja, mama heeft dit doosje al best wel een poosje. En weet je wat ik doe? Ik gebruik het helemaal voor mezelf, omdat ik het zo lekker vind. Ik zeg, maar dat is helemaal niet goed. En ik heb best wel eens moeite met delen. Zou je er eentje willen? Nou, ogen begonnen te glinsteren. Natuurlijk wou ze wel zo'n lekker chocolaatje. En zo konden we helemaal het gesprek aangaan. Eigenlijk doordat ik iets liet zien van wat God ook in mij nog aan het bewerken is. En toen kwam ze er wel mee. En konden we samen bidden en een gesprek daarover hebben. Zo gaat het niet altijd hoor, maar dat was een van de goede voorbeelden die ik mee kan geven. Maar blijf werken aan het karakter van je kinderen. God doet het ook bij jou. En ja, je kan daar echt wel moe van worden. Maar God wil niet dat we het opgeven. Dat we doorgaan in zijn kracht en in zijn genade alleen. Want uit onszelf kunnen we dat helemaal niet. Maar hij heeft ons ook zijn geest gegeven om daar kracht voor te geven. Ik had ook allemaal opdrachten voor jullie bedacht, maar we gaan die gewoon even doorklikken. En dan gaan we straks even met elkaar praten nog. Ik ga door naar het trainen van de kinderen. Oh, de tijd gaat zo snel. Het is ook belangrijk dat we onze kinderen trainen in de principes van Gods woord. Dat is niet iets wat ze automatisch begrijpen of produceren. Ze hebben het nodig dat jij uitleg geeft. En als moeder ben je nu eenmaal het meest bij je kinderen. Dus die training zal voor een groot deel op jouw schouders terechtkomen. Ik ga 5 gebieden noemen waarin je je kinderen kunt trainen. Ik noem er nog meer, maar daar ga ik niet zoveel over uitleggen. Eerst is dat je je kinderen mag trainen in het vergeving vragen. Dus vergeving vragen is meer dan sorry en dat die ander zegt ja, is al goed of zo. Of ineens niet goed, dat kan natuurlijk ook. Maar de Bijbel zegt eigenlijk dat we elkaar de overtredingen moeten belijden. Dus vergeving vragen gaat, denk ik, dieper dan dat. En dat is echt iets wat je kinderen moeten leren. Wat ik ook nog heel vaak moet herhalen bij mijn kinderen. En iemand kwam eigenlijk met dit 5-stappenplan. Die zei, eerst is het belangrijk dat je kind specifiek benoemt wat het verkeerd heeft gedaan. Bijvoorbeeld, en dat, hij zegt, dat is vaak een zinnetje, ik, jou. Dus ik was onvriendelijk tegen jou.
Of ik was gemeen tegen jou. Of ik wilde niet delen met jou. En dat je kind daarna ook heel bewust toegeeft, dat was verkeerd. Dat ze dat ook leren zeggen. En het vervolgende is dat het kind zegt, ik vind dat ook heel vervelend dat ik dat heb gedaan, want ik weet dat het jou zeer doet. Dat je ook leert spijt betuigen eigenlijk. En het vierde is, wil je me alstublieft vergeven? En het vijfde is, ik ga God vragen om mij te helpen om dit niet weer te doen. En dat is iets waar ze echt jouw hulp bij nodig hebben. Want uit zichzelf zullen ze nooit zoiets allemaal uitgebreid zeggen. Maar nou, ik heb wel gemerkt, als je ze hierin traint, dan leren ze echt veel beter vergeving vragen. En je moet ze ook leren om vergeving te geven. Dus het niet wegwuiven met maakt niet uit. Maar dat je ook zegt, ja, ik vergeef je. En ook als jij als ouders je excuses aanbiedt bij je kind, als jij aan hun vergeving vraagt, dan heb ik vaak gemerkt dat mijn kinderen zeggen, maakt niet uit hoor, mam. En dan zeg ik, het maakt wel uit. Want ik heb iets verkeerds gedaan en dat is zonde. En ik wil heel graag dat je mij vergeeft. En dat je op die manier ook leert om serieus om te gaan met zonde en vergeving. Het tweede is dit, train je kinderen in hun communicatie naar anderen toe. Ja, je kinderen zeggen heel veel op een dag, maar de Bijbel heeft ook heel veel daarover te zeggen wat ze mogen zeggen. Spreuken 15 vers 1. Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op. Dus ik leer mijn kinderen, hey, als iemand boos is, als iemand heel verhit is, dan zegt de Bijbel eigenlijk, wees zacht in hoe je antwoordt. Dan blus je als het ware de boosheid. Of Spreuken 15 vers 28. Het hart van een rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal. Ik leer mijn kinderen, probeer niet impulsief te reageren. Wij als christenen, wij als kinderen van God, wij moeten nadenken voordat we iets zeggen. Dat vraagt de Heere God eigenlijk van ons. Doe een schietgebedje, denk na en antwoord dan. Spreuken 10 vers 19. In de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt is verstandig. Hey, als je veel praat, zondig je eerder. Dus wees bewust in de woorden die je kiest. Psalm 34 vers 14. Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Kinderen, spreek altijd de waarheid. En roddel niet. Iedereen is naar het beeld van God gemaakt. Iedereen heeft waarde voor God. Zo spreken we niet over andere mensen. Efeze 4 vers 29. Laat er geen vuile taal uit hun mond komen, maar wel iets goeds. Wat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. Zorg dat je woorden kiest die opbouwend zijn, die de ander goed doen. Nou, een van de hulpmiddelen die ik mijn kinderen meegeef is, think true. Is het waar? Als ze iets zeggen, zeg ik, is het echt waar wat je zegt? Het tweede, is het helpvol? Is het helpend dat je dit nu zegt? En de derde krijg ik altijd van die blikken, en dat zeg ik vaak, vooral van mijn tieners krijg ik dan blikken, is het inspirerend? Zeg ik dan, oh, dat de weten zou, nee, is nu zo heel inspirerend wat ik op dit moment zeg. Is het nodig? Is het echt nodig dat je dit zegt? En is het vriendelijk? Is het aardig? Zomaar een filter wat je kan helpen. Het derde is dit. Train je kinderen om het woord te bestuderen en stille tijd te houden. Het is belangrijk dat je kinderen een persoonlijke relatie met de Heer Jezus opbouwen. En daarvoor moeten ze leren om zelf hun Bijbel te lezen. Maar dat is niet iets wat ze zomaar kunnen. Daar hebben ze jouw hulp bij nodig. Dus het is belangrijk dat je met je kinderen nadenkt over, wat is nu een geschikt moment voor jou om stille tijd te houden? En het zal voor het ene kind anders zijn dan het andere en ook qua leeftijd. Stille tijd houden gebeurde bij ons, denk ik, een beetje vanaf 7, 8 jaar. Daarvoor ben je nog heel veel samen bezig met een kinderbijbel. Maar vanaf die tijd kunnen ze ook zelf hun Bijbel lezen. En het is ook belangrijk dat ze hun eigen Bijbel krijgen. En dan ga je ook kijken, hey, welk Bijbelboek zou jij kunnen bestuderen? Een kind van 7 of 8 is niet heel handig als hij in Ezechiël begint. Terwijl een ander daar misschien wel wat aan heeft. Dus dan ga je, als moeder hebben ze jouw advies nodig. En dan voorzie je hun van de juiste hulpmiddelen. Bijbelleesroosters. Dat doe ik nog wel eens voor mijn tieners. Dan zeg ik, wat ben je aan het lezen? Dat en dat boek. Zeg ik, ik maak een rooster voor je. Boven hun bed. Tieners hebben nog wel eens wat aansporing nodig. Dagboekjes. Er zijn hele goede dagboekjes die ze ook kunnen gebruiken. Ik heb ook een lijst met vragen gemaakt. Die heb ik voor ze gelamineerd, die ze kunnen stellen bij het lezen van de Bijbel. Want het is belangrijk dat ze niet alleen maar denken, vink, ik heb dat gedeelte gelezen, of dat hoofdstuk. Maar dat ze ook zichzelf vragen stellen over het gedeelte wat ze hebben gelezen. Als je ze wil zien, ik laat hem hier liggen. Geef ze een gebedschriftje. Waarom ga je niet morgen met je kind naar de winkel en zeg je, we gaan een gebedsboekje voor je kopen. Daar kun je je gebeden in opschrijven.
Een van onze dochters heeft een potje met bijbelteksten. En die kan ze gebruiken als ze aan het bidden is. Dan pakt ze er zomaar een tekst uit. Dus voorzie ze en moedig ze aan. En eerst doe je het samen en daarna dan kijk je hoe je kind stille tijd houdt en daarna doen ze het zelf. En dan hou je wel vinger aan de pols en dan zeg je, wat heb je vandaag gelezen? Wat vond je mooi? Wat sprak je? Wat vond je moeilijk? Heb je alles begrepen? En vooral bij tieners is dat belangrijk. En wat ik ook doe, ik maak ze gewoon eerder wakker om stille tijd te houden. En van jongs af aan is het iets wat we als normaal hebben neergelegd in ons gezin. Het is normaal dat je stille tijd houdt. Dus nu, die van 9 en 12 maak ik 's ochtends wakker, eerder wakker. Hé, stille tijd houden, zeg ik dan. Terwijl die van 15, weet ik, die gaat het op een ander moment van de dag doen. Dat is ook belangrijk dat je per kind ook kijkt wat past. Maar ze hebben jouw aanmoediging nodig. Net zoals wij ook aanmoediging van anderen nodig hebben om in Gods woord te zijn. Zo hebben jouw kinderen ook aanmoediging nodig. Het vierde is dit. Train hun in het werken, het klusjes doen, het taken volbrengen. Oh, mijn tijd zit er bijna op. Ik ga doorschakelen naar de volgende. Nou, ik ga er kort iets over zeggen. Het is belangrijk dat jullie kinderen een goede werkhouding ook krijgen. Ik denk dat wij in een tijd leven waarin kinderen enorm verwend worden en niks hoeven te doen. Maak een gepaste klusjeslijst. Vroeger werkte ik met pictogrammen toen ze klein waren. Dit is de afwasmachine, zie je wel? Dit is het konijn. En deelde ze in. Ik keek ook wat past, bij welke activiteiten. En je leert je kinderen ook om de klussen te doen. Dus eerst doe je het voor. Dan doe je het samen. Dan kijk je toe hoe je kind het doet. En dan doet je kind het en dan controleer je het ook. En het is belangrijk dat je ook de juiste hulpmiddelen geeft. Zo moet bijvoorbeeld de derde van ons, die moet vaak de fiets even schoonmaken. Dan maak ik een sopje en zeg ik, zal ik even een luisterboek aanzetten? Dan wordt het al een stuk anders eigenlijk voor ze. Maar leer ze ook om het met de juiste houding te doen. En dan zeggen we, hey, de Heer wil dat we het doen als dat we het voor hem doen. Welwillend, we doen het goed, we doen het precies. Het vijfde is dit, vind ik een mooi iets. Train je kinderen in het juist denken en in het alleen staan. Ik denk wel eens, als we de Heer echt willen volgen en als we echt zijn woord willen uitleven, dan zullen we heel vaak alleen staan in ons leven. En jullie kinderen net zo goed. En de vorige keer hebben we dat gehoord, dat er heel veel op hun afkomt in hun leven. En het is heel belangrijk dat je je kinderen leert om kritisch na te denken. Als onze dochter van 9, die kijkt op school wel eens het jeugdjournaal, dan zeg ik altijd, als jij het jeugdjournaal kijkt, moet er een alarmbelletje bij je afgaan. Dit is niet objectief, dit is gestuurd. Probeer na te denken, klopt het wat ik hier hoor? Wat voor dingen zie ik voorbij komen? Wat vindt de Heere God hier eigenlijk van? Leer je kinderen het verschil kennen tussen goed en kwaad, maar ook tussen goed en bijna goed. Ook tussen echt en nep. Help hun kritisch te denken. Een handig boek dat hierin helpt, dat ligt op de tafel, dat is Mama Bear Apologetics. Heel mooi boek, als je een beetje Engels kunt. Echt een aanrader om aan te schaffen. Er staan allerlei stromingen eigenlijk in waar je kinderen wat over kunt vertellen. Bijvoorbeeld het postmodernisme, als je tieners hebt. Het marxisme, het feminisme. Alle stromingen waar zij toch op de een of andere manier mee te maken hebben. En dat je je kinderen leert, hey, dat is dat denken. En de Bijbel zegt dit erover. Wij gebruiken vaak de eettafel daarvoor, voor dat soort gesprekken. Om te zeggen, hey, wat speelt er? Heb je op school nog iets ervan meegekregen? Of we bespreken artikelen, we laten filmpjes aan hun zien. En je moet ze ook trainen om voor de waarheid te staan. En te zeggen, de meerderheid, zeggen we altijd tegen onze kinderen, heeft het meestal mis. En in ons leven zullen we heel vaak alleen staan. En we bemoedigen hun dan door verhalen uit de kerkgeschiedenis voor te lezen. Of van christenen die op dit moment lijden. Door te zeggen, je moet God altijd meer vrezen dan het vuur. Dat is moeilijk. Maar daar hebben onze kinderen echt training, denk ik, in nodig. Onze zoon, toen hij in groep 8 zat, kwam hij thuis met het verhaal dat ze het op school over homoseksualiteit en transgenderisme hadden gehad. En hij zei, er was maar één meisje in de klas die ook er iets van durfde te zeggen. Hij zit op een christelijke school. En voor de rest stond ik heel alleen. En iedereen die zei tegen mij, iedereen in de klas zei, je moet gewoon doen wat goed voelt. Je moet gewoon, het is belangrijk dat iedereen dat kan doen wat goed voelt. En ik kwam thuis en dat zijn zulke mooie aanleidingen om daarover te praten. Te zeggen, is dat zo? Is het zo dat je altijd je hart moet volgen? Dat je altijd moet doen wat goed voelt? En we kregen een gesprek over absolute waarheid. En
subjectieve waarheid. En we hebben bijbelteksten aangehaald en we hebben zo'n mooi gesprek gehad. En hij zei, oh mam, ik wou dat ik het opnieuw had kunnen doen. Dat had helemaal zin om de discussie aan te gaan. Nou, dat zijn wat gebieden die ik jullie mee wil geven. Er zijn andere gebieden waar je kinderen op kunt trainen. Nou, jullie kunnen de handout van mij krijgen ook. Ik wil eigenlijk afsluiten met een vers wat mij heel erg bemoedigt. En dat is dit. Galaten 6 vers 9. Laten we niet moe worden goed te doen. Want te zijnde tijd zullen we oogsten als we het niet opgeven. En ik denk dat wij vaak in de problemen komen doordat we eigenlijk onmiddellijke vrucht willen. En dat heb ik echt in mijn eigen leven gemerkt. Toen er een periode was in het leven van een van mijn kinderen dat het niet zo goed ging. Dat ik dacht, ik heb alles voor niks gedaan. Kan net zo goed stoppen. En toen moest ik echt mezelf eraan herinneren van, nee, wij spelen het lange termijn spel. En toen hoorde ik in die tijd een filmpje en daarin zei een voorganger, als ze ongeveer 30 zijn, dan kun je wel zeggen of ze goed terecht zijn gekomen. Toen dacht ik, oh, nou, dan heb ik nog wel heel eventjes. Er kan er nog heel wat gebeuren in die tijd. Maar onze taak is eigenlijk om trouw te doen wat de Heere God van ons vraagt. En van onze kinderen te houden met de liefde van Christus. Onze taak is om elke dag vurig en specifiek voor je kinderen te bidden. En de rest laten we over aan de maker van onze kinderen. Hij die nog veel meer van je kinderen houdt dan jij. En hij is ook de enige die het hart van je kinderen veranderen kan. Zodat ze meer op de Heer Jezus gaan lijken.